Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Laten we eerst kijken naar de eerste stelling. Oké. Kun je die oplezen en kun je zeggen wat de eerste groep heeft gezegd? Stelling 1. Wanneer wordt er gezegd dat de ongelovigen het slechte met ons voor hebben, dan is dat slechts een complottheorie dat geen bewijzen heeft. En laten we gewoon het beste denken over onze medemensen, zodat we rustig kunnen leven. Mm-hmm. Klopt waarom het wel klopt of niet? Ja. Ja, ik denk wel dat het klopt. Ben jij van die eerste groep? Ja, wij zijn van de eerste groep. Oké. Jij denkt dat het klopt, dus dat het complottheorie is. Klopt dat? Ja, dat klopt dus, hè. Wat klopt? Dat het complottheorie is of dat het wel klopt? Dat de ongelovigen het slechte met ons voor hebben, want ik denk zelf dat zij niet ons goed willen zien, dat wij een hoofddoek dragen om de moslims zelf. En dat ze altijd wel zullen nooit het goede van ons willen zien en ze zullen ons nooit accepteren hoe wij zijn. Dus ja, ik denk wel dat ik het eens ben met de stelling. En ook de groep? Ja, we zijn het allemaal met elkaar eens. Jullie zijn het eens? Of, ja. Of klopt het of klopt het niet? Het is geen complottheorie. Geen complottheorie. Nee. Hoe kan dat? Leg eens uit. Waarom zou het geen complottheorie zijn? Nee, loopt een beetje vast. Oestad, u loopt een beetje vast. Loop ik vast of het beeld? Nee, het geluid. Het geluid? Het beeld. Is nu beter? Horen jullie mij? Ja, het geluid is beter. Ja. Oké. Waarom klopt het? En waarom is het geen complottheorie? Omdat je het ook... Je ziet gewoon dat de mensen anders naar moslims gedragen. Je kan zien dat er altijd groepen zijn onder de mensen. Moslims bij elkaar, ongelovigen bij elkaar. Je kunt gewoon zien dat er een onderscheid is en dat de ongelovige niet altijd het juiste wilt zien. Niet altijd het goede wilt zien. Maar we horen toch altijd van de ongelovigen, jullie mogen jullie hoofddoek dragen zoals jullie willen. Jullie mogen bidden zoals jullie willen. Je weet niet of hun intentie zuiver is. Mensen kunnen het wel zeggen, maar je weet wat diep in hun hart is. Het kan altijd niet kloppen. Kunnen zij wel überhaupt een zuivere intentie hebben als ze dat zeggen? Nee, want zij zijn zelf niet ongelovig. Ze zijn ongelovig. Nou. Oké. Ik zal dat ook nader uitleggen. Kijk, dit heeft bewijzen vanuit de Koran en de Sunna, maar het heeft ook een bewijs vanuit logica. Laten we eerst met de logica beginnen. De logica is, vraag jezelf af. Kan zo'n ongelovige überhaupt het beste willen voor jezelf, voor jou? De vraag is, weet hij wat het verschil is tussen het beste en het slechte? Nee, dat weet hij niet. Of misschien hij kan het weten, maar dat wil hij niet, omdat hij het niet eens voor zichzelf wil. Want zou hij dat willen, dan zou hij allereerst zelf moslim worden. Dus en hij wil het niet, omdat hij het niet eens weet. En hij wil het niet omdat hij zelf voor zichzelf gekozen heeft om het niet te willen. Dan zal hij ook niet voor jou het betere willen als wat hij heeft. Of zal hij niet eens het verschil kunnen maken tussen het goede en het slechte, omdat hij al voor het slechte heeft gekozen. Dus het is onmogelijk dat zo'n persoon, hoe vriendelijk en hoe vreedzaam, want dat zijn heel veel ongelovigen, vriendelijk en vreedzaam. Ze kunnen niet het beste voor jou wensen of willen.
Want wat is het beste? Het beste is dat jij Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzaamt. Iemand kwam een keer naar mij toe en dat is best wel een belangrijk, maar ook duidelijk voorbeeld voor iedereen. Dat heb ik ook in de vorige studiedag duidelijk gemaakt. En hij zei, ja, maar mijn psycholoog die zegt tegen mij dat ik moet bidden zolang ik me daar goed bij voel. Ik zei, hij leert jou shirk. Hij zei, hoezo? Hij zei, ja, hij zegt tegen jou, zolang jij je er goed bij voelt. Betekent, op het moment wanneer jij je niet goed bij voelt, wanneer je gaat bidden, stop daarmee. Dus wat is jouw leidraad? Jouw begeerte, niet de tevredenheid van Allah. En dat is shirk. Dus een ongelovige kan nooit, hoe vreedzaam en hoe goed hij het lijkt, of hoe goed het lijkt ook dat hij goed voor ons is, hij zal het goede niet voor ons willen. Een van de duidelijke voorbeelden is toen wij bezig waren om ons voor te bereiden op de parlementaire ondervraging. Ongetwijfeld weten jullie waar ik het over heb. Dat is toen ik op de Tweede Kamer kwam en ik ondervraagd werd als zogenaamde getuige. Daarop voorbereidend kwamen we steeds vaak een persoon tegen. Die heette Tom Zwart. Deze Tom Zwart die deed zich voor als de redder in nood van de moslims in Nederland. Dat ging er bij mij niet in. Logischerwijs kan het niet. Want wat wil hij? Elk persoon wil iets het tegenovergestelde, oftewel niet tegenovergestelde, wil iets voor hetgeen wat hij doet. En ik vroeg mezelf af, wat wil hij uiteindelijk? Want het kan niet zijn dat hij het goede voor de moslims wil en dat hij de mensen het goede wil leren en de mensen zeg maar wil redden van de ondervraging van het. Kan niet. En ik vroeg Allah subhanahu wa ta'ala om mij dat duidelijk te maken. Ik smeekte Allah subhanahu wa ta'ala om dat mij duidelijk te maken. En hij had een zuster helaas die ook gewoon obsessief op een obsessieve wijze hem vertrouwde. En ik vroeg, en ik zei, vroeg haar, beste zuster, deze Tom Zwart is een ongelovige. Wat wil hij van de moslims? Waarom doet hij zoveel moeite om iets van de moslims, of voor de moslims te doen? Want hij zegt dat hij iets voor de Chinese Oeigoeren doet, voor van alles en nog wat, Afrikanen. Waarom? Wat wil hij? En ineens begon ze te praten. En ze zei, hij wil heel graag een systeem opbouwen waarmee hij eigenlijk, dat zei ze althans, de moslims bij elkaar wilde houden. Ik zei, hoezo moslims bij elkaar houden? Een ongelovige die de moslims bijeen, dat klopt gewoon niet. Onmogelijk. Dat is gewoon in strijd met alles wat Allah subhanahu wa ta'ala geschapen heeft. Ik zei, maar hoe wil hij dat bereiken? Ja, hij is aan het kijken, aan het onderzoeken of het systeem die in Singapore goed is, of in België goed is, of in andere landen goed is. Maar hoe wil hij dat bereiken, zuster? Ja, hij heeft informele, wekelijkse of om de twee weken, wekelijkse of om de twee weken, informele gesprekken met Mark Rutte. Oh. En hij heeft ook informele gesprekken met de AIVD. En met de MIVD. Oh. Snap je? Dan weet je het al. Dit is geen complottheorie. Informele gesprekken, dat zijn de meest gevaarlijke gesprekken. Dat zijn de meest gevaarlijke gesprekken waar juist de zaken in beoordeeld worden. Dat betekent dat zo'n persoon eigenlijk een infiltrant is en dat hij de moslims voor de gek houdt. En ik bedankte Allah subhanahu wa ta'ala dat hij dat ook liet zien.
Maar dat is een zaak wat Allah subhanahu wa ta'ala al in al Koran duidelijk heeft gemaakt. Duidelijk heeft gemaakt, letterlijk heeft gezegd. Surat al-Baqarah, ayah 109. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala daar? وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Velen onder de lieden van de schrift wensen, hebben het lief om jullie terug te doen keren na jullie iman als ongelovigen uit afgunst van hen. Uit afgunst van hen zelf. Nadat hen de waarheid duidelijk is geworden. Maar hoe gaan we hiermee om, o Allah? Laat gaan en vergeef totdat Allah met zijn bevel komt. Allah, voorzeker Allah, is overal toe in staat. Dus is dit een complottheorie? Nee, Allah heeft ons al duidelijk gemaakt. Alleen velen onder ons die snurken nog. Wat betekent dat? Dat wij ook als vijanden van deze mensen moeten zijn? Nee, je moet alleen maar alert zijn. En je moet laten gaan. En je moet hen uitnodigen tot Allah subhanahu wa ta'ala. Je moet hen als uitnodigen tot Allah subhanahu wa ta'ala. Maar je moet wel alert zijn. Je moet ook weten, dit zijn, als ze vreedzame, veilige mensen zijn, dan kunnen ze niet het goede voor ons willen. Dus dan horen wij juist invloed op hen te hebben door hen uit te nodigen tot de islam. Door hen uit te nodigen tot de islam. En degene die zich vijandig opstellen jegens ons, het enige wat wij hoeven te doen is onszelf verdedigen en afstand houden van deze mensen. Is dit duidelijk? Dit zijn de lieden van de schrift. Dus hoe zit het dan met de atheïsten? Die zijn nog erger hierin. Is het duidelijk voor de broeders of de zusters die ook in de klas zitten? Duidelijk, zijn. Wat voor gevoel krijgen jullie als jullie horen wat die Tom Zwart wilde? Ja, een gevoel van afschuw, dat is niet iets goeds of iets waar wij ons mee bezig willen houden. Ja, maar dat is wel waar heel veel moslims ook dooruit achterna zijn gehold. Die dachten, deze persoon is heel veel goede zaken voor ons aan het doen. Terwijl hij achter de rug van de mensen gewoon met Rutte bezig was en met van alles en nog wat bezig was. Mocht Allah hem leiden tot de islam. En mocht Allah iedereen die met hem is ook inzicht geven. En leiden tot de islam. Tayyib. Tweede stelling. Tweede groep. Tot dan is het er. Stelling 2. De krachtige moslima is de moslima die kan combineren tussen het wereldse en het hiernamaals. Klopt dit of niet en waarom? Geef ook een voorbeeld van waarom dit wel of niet klopt. Ben jij van de tweede groep? Wij zijn van de klas van groep 2 zijn we, studiegroep 2. Ja, van de tweede groep van debat, hè? Ja. Maar ben jij niet degene die... Ik heb de vorige stelling ook gedaan. Oké. Okay. Is er geen andere groep die deze stelling doet?
Want met hoeveel groepen zitten jullie in de klas? Wij zijn met één groep. Oh, één groep. Oké. Okay. Ja, er zijn nog andere studiegroepen. Ja, we zijn met z'n drieën in dit lokaal. Tayyip. Ga maar door. Wat is, wat is hetgeen wat jullie hebben daarover? Klopt het of klopt het niet? Nou. Dit klopt. Nadat wij hebben besproken, zijn we gaan kijken naar punten die belangrijk zijn voor ons als moslima's in het, in het leven, het wereldse. En dat is vooral dat wij bezig moeten zijn met l'Akhira en dat wij deze tests moeten doorstaan voor l'Akhira. Het is niet zo dat jij het leven hier kan verwaarlozen en nergens mee bezig moet zijn om uiteindelijk je doel te bereiken. Je moet volgens de regels en volgens de wet van Allah het leven hier leiden om... Ja, ga door. Eigen ontvangen. Dus eigenlijk zeg je, de moslima moet combineren tussen het werelds en het hiernamaals. Ja, combineren op de juiste wijze, volgens de islamitische wetten en regels die wij hebben gekregen. Dus niet, ik moet hier carrière maken en ik moet hier de hoogste van de hoogste persoon worden. Maar wel dat je je doelen hier behaalt of je mijlpijlen hier behaalt op de juiste manier. En wat is het hoogste van het hoogste? Bijvoorbeeld dat je alleen maar gaat streven naar wereldse mijlpijlen. Dus een hoge baan, financieel onafhankelijk zijn, dat soort dingen. Nee, bij jou als moslima, wat is het hoogste van het hoogste? De tevredenheid van Allah behalen. Ja. Dus is er eigenlijk een soort van combinatie tussen het wereldse en het hiernamaals? Niet helemaal, maar er zijn wel... Ja, hoe zeg je dat? Wat moet jouw enige doel zijn? Veel geld maken en Allah tevreden maken? Tevredenheid van Allah behalen. Alleen tevredenheid van Allah? Alleen tevredenheid van Allah. Dus eigenlijk ben je niet meer bezig met het dunya, maar ben je bezig met wat? Met het eigen. Met het eigen. Is dat een combinatie? Nee. Nee, dat is geen combinatie. Je bent alleen bezig met het eigen. Die combinatie, die klopt niet. Je mag niet combineren, want dan ben je met eigenlijk jezelf voor de gek aan het houden. Maar wat doe je wel? Je gebruikt de dunya die jou, die gebruik jij om in de akhira te investeren. En wat is en blijft jouw enige doel dan? De tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala behalen en streven naar het hiernamaals. Juist, dus er is geen combinatie. Het is maar één zaak en dat is de tevredenheid van Allah. En het wereldse gebruik je ook daarvoor. Ja. Dus je gaat sporten omwille van Allah, zodat je actiever wordt voor jouw aanbidding. Je gaat bijvoorbeeld plezier hebben met je broers en zussen of bijvoorbeeld met je man, zodat Allah tevreden wordt met jou, zodat je ook actiever bent voor de aanbidding. Ben je dan aan het combineren of wat is jouw enige zorg op dat moment? De tevredenheid van Allah. De tevredenheid van Allah. Zie je hoe hier eigenlijk best wel sluw de zaak kan zijn? Nee. Dus je moet niet combineren. Het enige wat jouw doel moet zijn is wat? De tevredenheid van Allah. Nee. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala het makkelijk maken. Nee. En dat is ook wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Dus beoog alleen maar het hiernamaals. Maar vergeet jouw aandeel niet die jou helpt bij het hiernamaals. Snap je? Aandeel van het dunya niet. Dus dat betekent niet dat je moet combineren. Maar jouw enige doel moet zijn en blijft het hiernamaals. Ja. Begrijp je? Zijn de zusters ook... zijn ze overtuigd? Nee. Alhamdulillah. We gaan naar de andere klas waar zuster Amina zich bevindt. De derde stelling. Bismillah, hoort u ons, oestad? Ja. Ja. Stelling 3. Ik als moslima hoor mij zorgen te maken om de discriminatie ten aanzien van de moslima.
Ik hoor deze discriminatie niet te accepteren. Ik wil als moslim zijnde geaccepteerd worden, zodat er geen verschil is tussen mij en de rest van de mensen. Prachtige deel. Nou, ga door. Hoe hoor ik hier mee om te gaan en klopt deze stelling of niet? Wij hadden dat deze stelling niet klopt. Dit heeft namelijk met meerdere redenen te maken. Mm-hmm. Als jij je zuivere intentie opwekt, dan heb jij dus je beloning al. Dus je hoeft je niet te schamen voor hetgeen wat Allah tevreden stelt. Mm-hmm. Jij hoeft niet de geboden aan te passen aan de ongelovigen om maar geaccepteerd te worden. Mm-hmm. Want hun weten niet anders, want anders waren ze moslim geweest. Degene die Allah nog te... jouw geluid is uitgevallen. Jouw geluid was net uitgevallen. Degene die Allah en dan? Ja? Nog de profeet sallallahu alayhi wa sallam erkennen, daar hoeven wij geen erkenning van te hebben. Wij als een krachtige moslima moeten Allah tevreden stellen en niet de mensen. En daarbij had ik een voorbeeld van dat wij onlangs verhuisd zijn naar een dorpje dat, waar de islam niet echt gangbaar is. En ik draag zelf de gezichtsbedekking. En ik was vol schaamte tegenover de mensen, waardoor ik mijn intentie dus moest rechtzetten. Maar door de cultuur die wij thuis hebben gecreëerd, had mijn dochtertje van anderhalf de hijab dus wel lief. Mashallah. En zij heeft mij toen gecorrigeerd middels de leiding van Allah subhanahu wa ta'ala, door te zeggen, mama mooi hè. En ze deed mijn gezichtsbedekking voor mij op. Mashallah. Mag Allah over haar waken. Als je doet wat Allah tevreden stelt, dan zouden automatisch de vrome mensen ook van jou houden. Je dient je af te zonderen van alles en iedereen die Allah niet erkent. Je mag op een wijze manier met kennis reageren als iemand Allah of de profeet sallallahu alaihi wasallam beledigt. Mashallah. Ja, maar kijk, er is toch iets in de stelling dat nog niet behandeld is. De discriminatie en het feit dat je ook gelijk wilt gesteld worden aan de ongelovigen. Of aan iedereen eigenlijk. Dat er geen verschil meer moet zijn tussen de moslims en anderen. En dat moslims ook gelijk behandeld moeten worden en geaccepteerd moeten worden. Hoe zit het daarmee? Ja, je dient sowieso altijd jezelf niet gelijk te stellen aan iemand die Allah niet tevreden stelt. Nou, maar moet je ook gaan strijden voor anti-discriminatie ten aanzien van de moslims? U viel bij ons weg. Moet je gaan strijden voor discriminatie ten aanzien van de moslims? Is dat iets wat een moslim bezig moet houden? Nee, wij dienen ons gewoon bezig te houden met hoe wij alles van het tevreden stellen. Mm-hmm. Oké. Ik heb nog niet een heldere uitleg hierover. Wellicht dat een andere groep hierover wel een heldere uitleg heeft. Overigens, hetgeen wat je gezegd hebt is juist. Maar het is nog niet helder voor mij. Nee, ik heb niet de acceptatie nodig van de mensen. Jayid. Kan er iemand anders of een andere groep even meedoen? Assalamu alaikum. Ja, ik vraag iemand hier in de groep. Salam. Nou. Is iemand aan die? Er is heel veel echo. Type. Geen iemand die zegt. Zuster Hanan wil iets zeggen als de groep niet iets wil zeggen. Iemand die ons eruit kan zeggen. Tfadali. Is er iemand in de groep? Type. Het is oké, zuster Hanan, je mag. Ik weet niet of dat je in de klas aanwezig bent. Anders kun je ook gewoon bellen, inshallah. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfadali. Ik had
Waar geloof ik? Ik had, ik had gereageerd op de stelling dat, dat we de discriminatie moeten accepteren. Even een andere uit. Even kijken. Ja, dat we moeten accepteren dat er een verschil moet zijn tussen ons. Wij zijn een moslim beter dan een niet-moslim, dus die gelijkheid hoeven wij niet als doel na te streven. Het verschil moet er juist zijn, zodat als wij in het hiernamaal zijn, dan kan Allah ook een verschil maken tussen de mensen van het paradijs en de mensen die niet naar het paradijs gaan. Nou, kijk, hierin is er een hele, hele secure uitleg nodig. Wat jij zegt, dat klopt ook optimaal. Alleen hierin is een uitleg nodig. Als het gaat om wetten, dan is het volgens de democratische stelsel van deze mensen dat iedereen gelijkgesteld wordt. Oftewel dat iedereen dezelfde wetten krijgt. Of op dezelfde wijze, op wettelijke wijze behandeld dient te worden. Dan geven wij daartoe, in ieder geval, zodat wij dezelfde rechten behouden. Alleen in oorsprong, in werkelijkheid, hebben de moslims niet dezelfde wetten. En worden de mensen alsnog wettelijk gediscrimineerd. Maar als het gaat om hoe wij door de mensen behandeld worden, en dan is het belangrijk dat jij niet gaat streven naar gelijkheid. Want jij bent een moslim. Jij gelooft in Allah. Jij hoort te beïnvloeden en niet beïnvloed te worden. Als jij op een gegeven moment, bijvoorbeeld door jouw hijab, anders wordt behandeld, dan mag jij zeker wettelijk gezien achter het feit dat je een bepaald recht kan krijgen. Maar moet je daarom teleurgesteld zijn? Nee. Je moet daarom juist blij zijn dat je anders wordt behandeld. En zodat je kan weten dat jij ook anders bent als moslim dan anderen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft meer dan 30 hadith uitgelegd. Wees anders dan de ongelovigen. Wees anders. Jij als moslim moet actief anders zijn dan de ongelovigen. Wees anders dan de ongelovigen, wees anders dan de christenen, wees anders dan de joden, wees anders dan de veelgodenaanbidders, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in meer dan 30 ahadith. Dat betekent dat jij ook niet gelijkgesteld wilt worden in de positionering, in de sociale contacten met de ongelovigen. Dus er is een verschil tussen hoe de wetgeving geleefd moet worden en hoe jij in jouw sociale contacten graag aangesproken wil worden. Is dit duidelijk? Is dit ook duidelijk in de, bij de zuster en in de klas? Oh ja. Ja, dat zijn we niet wachtelijk uit. Is dit ook duidelijk in de klas? Tayyip, ik wil een laatste stelling, zodat we inshallah gaan afronden. De laatste stelling, als even de, een van de groepen ook de microfoon neemt. Is er iemand die een microfoon kan nemen?
Kom op, zusters. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wij hebben in ons groep besproken dat het een influistering is van Satan. Wat is een influistering van de Satan? Kun je de stelling nogmaals even herhalen? Ja, het geloof is een goede zaak, maar heeft niks te maken... Oh nee, dat was de andere stelling. De stelling ging over dat je eigenlijk zelf bepaalt wanneer je klaar bent voor de goddelijke... om die regels op te volgen. De stelling is, de islam heeft mij als moslima de vrije keuze gegeven om Allah pas te aanbidden of te gehoorzamen afhankelijk van wanneer ik voel dat ik daarvoor klaar ben. Klaar. Niemand hoeft mij te pushen, ik weet wanneer ik klaar voor ben. Dat klopt gewoon niet. Ja? Nee, want anders zou dat wel in regelgeving terug zijn gekomen dat je zelf bepaalt wanneer je er klaar voor bent. Dat is niet zo gezegd, dus dat is een influistering van Satan. Hoe dien ik daarmee om te gaan? Nou, waar je mee om moet gaan als iets je tegenhoudt in het volgen van de regels. Ja, kennis opdoen. En je omringen met mensen die, die er verstand van hebben. Veel mensen geleerd vragen als advies. Geleerde vragen voor advies. Ja, en geleerde vragen op mijn advies en niet wat ik wel eens zie op Facebook. Hey, wat vinden jullie hiervan? En dan die meningen volgen, maar iemand die daarvoor geleerd heeft, dus een student van kennis om advies vraagt. Ja, en sowieso, dit is ook in strijd met de gehoorzaming van Allah. Want wanneer Allah subhanahu wa ta'ala jou iets beveelt, dan betekent het ook dat jij daarvoor klaar bent. En niet dat je zelf gaat verklaren wanneer jij daar zin in hebt om dat te gehoorzamen. Nee, juist is het loyaliteit aan Allah subhanahu wa ta'ala dat jij hetgeen doet waar jij op dat moment, waar jouw begeerte geen zin in heeft, zodat je juist de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala krijgt. En zodat je ook jouw loyaliteit uit naar Allah subhanahu wa ta'ala. Want gehoorzamen is pas gehoorzamen wanneer jij het eigenlijk niet wil en toch goed is voor jou en Allah jou bevolen heeft. Dat is gehoorzamen. En niet wanneer jij het ook wil, want dan is het niet meer gehoorzamen. Dan is het doen wat jij wil. Duidelijk? Ja. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala het makkelijk maken. Goed, we gaan inshallah voor vandaag afronden. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala en ieder belonen die hier een bijdrage aan geleverd heeft. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons veel meer kracht geven voor morgen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala het makkelijk maken dat wij dit ook gaan accepteren en ook praktiseren in ons leven. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala elke vorm van slechtheid van ons verwijderen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillah. Mag ik voor iemand nog één vraag stellen? Tfaddali. Er was een zuster die vroeg als zij en haar man meningsverschil hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld over dat ze verschillende vormen van kennis volgen. Over het reizen. De man zegt bijvoorbeeld, ja, we moeten zeg maar zoveel kilometer en dan gaan we pas de salaris inkorten. Mm-hmm. En de zuster zegt, ja, maar ik heb het anders geleerd. Wie moeten ze dan volgen en hoe moeten ze het dan oplossen met elkaar? Op dat moment is het belangrijk dat wanneer de vrouw achter haar man bidt, dat ze hem volgt. En wanneer zij alleen bidt, dan mag ze afkorten. Duidelijk, paragrafiek. Wajaki. Tayyip. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan en inshallah tot morgen. Want er is nog iemand die een vraag wil stellen. Oké, okay, en zorg er ook voor... Oh, mag ik nog een vraag stellen? Ja, inshallah. Maar zorg er ook voor dat er morgen ook... dat je morgen minimaal nog één of twee mensen meeneemt... zodat ze ook van deze kennis ook gebruik kunnen maken... en van deze kennis kunnen genieten, inshallah. Tfaddali, zuster, je mag de vraag stellen. Ja, ik heb een vraag. Wat als je bijvoorbeeld gescheiden bent en je hebt kinderen... En qua opvoeding sta je recht tegenover je ex-man. Bijvoorbeeld zoals het vieren van verjaardagen, dat doe je zelf niet aan. Maar je ex-man doet dat bijvoorbeeld wel. Hoe ga je daarmee om? Dan ga je allereerst Allah subhanahu wa ta'ala smeken om jouw ex te leiden. Ten tweede om ook jouw kinderen te leiden. Ten derde zorg je ervoor dat jouw kinderen overtuigd zijn dat zo'n feest afschuwelijk is.
walgelijk is, smerig is en dat ze dat zelf niet willen. Als ze dat zelf niet willen, dan zal de vader dat ook niet echt willen. Dus zorg ervoor dat zij ook overtuigd worden dat zo'n feest eigenlijk smerig is. En je moet juist niet gaan feestvieren omdat je dichter bij de graf bent. Maar je moet je verantwoordelijker voelen omdat je dichter bij de graf bent. Degenen die van dit leven houden en dit leven een feest, als een feest zien, die gaan feest vieren. Maar degenen die weten wat dit leven waard is, die gaan geen feest vieren. Maar die zorgen ervoor dat ze juist nog verantwoordelijker zijn. In plaats van dat ze taart gaan eten, zorgen ze ervoor dat ze meer van het leven gaan kennismaken. Of met het leven gaan kennismaken en kennis gaan vergaren. Want hoe ouder je wordt, hoe dichter je bij het graf komt. En dat verdient geen feest, dat verdient meer verantwoordelijkheid. Dat moet ook meegegeven worden aan de kinderen. Je moet gewoon letterlijk tegen de kinderen zeggen, beste kinderen, als jullie weten dat jullie dichter bij het graf komen en dat jullie dichter bij de dood komen, gaan jullie dan feest vieren? Oké, nee toch? Willen jullie de ongelovigen nadoen? Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, al wie een volk nadoet, voorzeker hij behoort tot hen. Willen jullie die ongelovigen nadoen? Diegenen die het wereldse leuk vinden en een feest vieren omdat ze in het wereldse nog aan het leven zijn? En dat ze dichter bij het graf komen? Nee toch, dat is toch niet slim. Dat is toch dom? Dat is toch niet verstandig? Nee, tayyib. Dan gaan we dit feest verafschuwen. Duidelijk? Bakalofik. En subhanallah, we hebben ook du'aat gezien. Dus sprekers gezien. Die echt afgeweken zijn. Die Allah subhanahu wa ta'ala, zeg maar, terwijl ze zo waren, zo heeft met ze heeft gedaan. Die de sunna volgden en ineens de bid'a volgden. Die de geleerden volgden en ineens onwetende volgden. Die ook dat als slechte zaken zagen, maar ineens dat vierden voor hun eigen leven. Waarom? Omdat je ook ziet dat zij meer achter de dunya aangegaan zijn. Dat ze ook meer achter de likes en meer achter de subscribes aangegaan zijn. En meer achter van, oké, ik heb veel meer likes en volgers op Facebook en YouTube dan eerder. Want die, wat ze ook doen, even een fotootje maken, kijk, zie mij, ik ben ergens mee bezig. Deze mensen zijn achter de dunya aangegaan. Daardoor zijn ze dus ook achter dit soort feesten aangegaan. Ook een vrijgezellenfeest. En ik weet niet wel, allerlei soorten feesten. Ik kan ze niet allemaal uit mijn hoofd. Maar degene die dit soort feesten achterna gaat, dat is een kenmerk dat hij achter de dunya is aangegaan. Nou. Geen vragen meer of wel? Geen vragen meer? Zijn voor nu geen vragen meer. Tayyib, barakallahu fiki. We gaan inshallah afsluiten met Surat al-Asr. Er zijn voor nu geen vragen meer. Inshallah, morgen. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bil-sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.